100 jaar. Zo oud zou striptekenaar Marten Toonder zijn geworden als hij nog leefde. Ter ere van zijn 100ste geboortedag en zijn stripsaga over Olivier B. Bommel is een speciale tentoonstelling opgezet. Bioloog, schrijver Midas Dekkers en Pim Oosterheert gaven deze middag een toelichting over de karakters en over de stripsaga zelf. De strip wordt veel gelezen door het volwassen publiek, maar is ooit begonnen als onschuldige kinderstrip. Ik denk dat dat in Toonder zelf heeft gezeten. Hij is begonnen als tekenaar van een stripje, een kinderstripje. En hij heeft denk ik in de oorlog zoveel meegemaakt. Hij zat ook in het verzet en heeft narigheid meegemaakt. Dat hij zich behoorlijk verdiept heeft. En dat is vast niet de enige reden, want Toonder had dat allemaal in zijn mars. Toonder is behalve schrijver en tekenaar ook een filosoof. Hij heeft iets te zeggen, hij wil de mensen een spiegel voorhouden. En ik denk dat hij zelf de behoefte had om dieper te gaan dan alleen maar een kinderverhaaltje. Zo sluw als een vos en trouw als een hond. Deze gezegden klinken bij de meeste mensen wel bekend in de oren. Elk dier geeft weer wat voor een karakter de figuur heeft in de stripsaga. De verschijningen van de dieren zijn in de loop der jaren samen met de karakters dan ook erg gegroeid. Het is gewoon evolutie. Die beesten van Marten Toonder, die hebben net zo'n evolutie ondergaan als de echte beesten in het echt. Het begint allemaal vrij eenvoudig. In het begin zijn die karaktertjes van Tom Poes en Olivier Bommel, die zijn ook vrij plat en eenduidig. Waardoor het ook niet zulke goede verhalen zijn in het begin. Maar naarmate die aan het tekenen bleef en aan het denken bleef, zijn die beesten gewoon onder handen van Toonder uitgegroeid tot iets wat nou in zekere zin boven Toonder zelf uitsteeg. Ze zijn echte levende wezens geworden die hun eigen gang zijn gegaan. Dus uiteindelijk is het een geniale saga geworden. Ja. De tentoonstelling is vanaf 2 mei voor iedereen open en duurt tot eind september.